De start van de Eredivisie ligt alweer een paar weken achter ons. En ook alle jeugdelftallen staan inmiddels weer op het veld. De competities zijn nog niet los, maar er wordt wel druk geoefend. Zo ook door onder 21, die afgelopen dinsdag oefenen tegen SC Genemuiden. Vanaf eigenlijk vorige week, hè. Dus onder 21 is natuurlijk al een tijdje bezig, samen met de eerste helft al gestart. Onder 18 is nu twee weken bezig en 16 tot en met onder 11 zijn vorige week begonnen. En het is mooi om alles weer op het veld te zien. We zijn nu ongeveer een maandje bezig en we zijn eigenlijk steeds beter geworden in deze weken. En aankomende zaterdag is de laatste oefenwedstrijd voor het echte werk weer. Het gaat wel goed, maar jammer dat onze trainer weg is, Tieme, voor privéomstandigheden, maar wij gaan gewoon door als een team. Ik sta weer voor de groep, hè. Helaas wil ik eigenlijk zeggen, want Tieme Klompen was daarvoor aangetrokken en helaas heeft hij eigenlijk af moeten zeggen. Nou ja, dan komen we natuurlijk in een situatie dat Joey als assistent er is. Maar ik dacht het goed was om daar zelf ook bij te zijn, om in ieder geval Joey en de staf te ondersteunen. De wedstrijd, je hebt het gezien, het zijn hele nuttige, goede wedstrijden op denk ik een hele mooie locatie. Hè, want we kunnen hier fantastisch uit de voeten altijd in Jubbega. Bij het team van onder 21 zien we deze wedstrijd veel spelers beginnen die de vorige wedstrijden niet alles hebben meegespeeld. Hier is de bal een makkelijke prooi voor de doelman van Genemuiden. Ploeg die uitkomt in de hoofdklasse, wat tegenwoordig de vierde divisie wordt genoemd. We zien niet veel kansen in de eerste helft. Hier is wel Björn Gudnason, maar ook deze is voor de doelman. De grootste kans voor Heerenveen in de eerste helft is hier voor Melle Joop Witteveen. Nou, ik kreeg een goede steekbal van linksbuiten, goede diepteloopactie. De keeper kwam uit, dus ik dacht ik moet hem stiften, maar net iets te veel, dus dat was jammer. We hadden een paar goede momenten in de wedstrijd, dat we goed hebben opgebouwd en goede kansen hebben gecreëerd. Maar het kan wel beter, sommige fases, dat wij het bal tempo hoger moeten houden dan hun. En is het dan juist voor hun ook heel leerzaam om tegen zulke ploegen te oefenen? Nou ja, goed, uiteindelijk wel. Elke wedstrijd kun je dingen leren. En we geven ze opdrachten mee. De spelers geven hun zelf opdrachten. Nou ja, en dan ga je mee aan de slag. En dan ga je weer analyseren. En je gaat er weer op trainen om het te verbeteren. En elke wedstrijd, elke training moet leerzaam zijn. In de slotfase van de eerste helft zien we Genemuiden nog gevaarlijk worden. Maar dit schot van Ben Kadour gaat op de paal. Wat is jouw rol in dit team? Ik heb deze voorbereiding best wel wat aardige wedstrijden gespeeld. En ik vind het goed gaan. Ik kan op middenveld kan ik spelen, ik kan aanvallen. Dus ik kan het team goed helpen om goed te spelen. Ja, hoe zou je jezelf omschrijven als speler en waar speel je het liefst? Ik speel denk ik het liefst wel gewoon op middenveld. Mid-mid, ik kan links-midden, dat is voor mij wel het beste. In de tweede helft komen de Friesen vervolgens op voorsprong. Trustin van het Loo wordt onderuit gehaald en er volgt een penalty. Amir Ismail was al drie keer trefzeker in de voorbereiding van het eerste en ook op deze zit. Jij hebt persoonlijk veel minuten ook gemaakt in de voorbereiding bij het eerste. Natuurlijk vorig jaar ook je debuut al mogen maken. Wat zijn je verwachtingen voor komend seizoen? Mezelf in de kijk spelen voor het eerste elftal. Dus hier zo goed mogelijk mijn best doen. Vaste waarden creëren voor mijn eigen team. En dan door naar het eerste proberen zoveel mogelijk aan te sluiten. Ja. Ja, want waar kun je nog het meest in ontwikkelen, denk je zo? Ik denk alles uit mezelf halen, elke training. Mezelf ontwikkelen in mijn kracht, snelheid en waar ik goed in ben, juist nog meer doen. Voor dit seizoen wil ik gewoon zoveel mogelijk spelen in onder 21. En zelf gewoon veel beter worden dan dat ik al ben. Genemuiden maakt dan nog wel de gelijkmaker uit deze hoekschop. Maar Heerenveen gaat uiteindelijk wel de wedstrijd winnen. Want hier deze goede actie van Ismail. Behoudt de bal en krijgt hem dan bij Corné van Houwelingen. Dan gaat die bal erin via de doelman en wint Heerenveen uiteindelijk met 2-1 van SC Genemuiden.
Nou, ik vond het een goede wedstrijd. We hebben een paar momenten gehad dat we goed aan de bal waren, een paar momenten dat we minder aan de bal waren, maar uiteindelijk 2-1 gewonnen, dus we zijn tevreden. En onder 21 heeft het afgelopen jaar best wel zwaar gehad. Wat zijn de doelstellingen voor dit jaar en hoe gaat het? Nou ja, het is natuurlijk een feit dat we twee keer gedegradeerd zijn en op een niveau spelen waar we als Heerenveen niet thuis horen. Dus ik vind wel dat we ons de druk op moeten leggen om weer zo snel mogelijk omhoog te gaan. Dus daar zullen we alles aan doen. En over de hele jeugdopleiding, wat zijn de dingen die eruit springen, waar kunnen we op letten? Waar heeft u zelf het meeste zin in? Ik heb in ieder geval zin om straks weer de wedstrijden te zien. En ik kijk naar uit om op het veld te staan met alle jeugdtrainers. Dat is nu dan even met onder 21. Maar mijn job zal vooral ondersteunend zijn straks op de velden bij de diverse teams, bij de diverse elftallen. En daar geniet ik van.